De KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. En Sjoerd Plezier. Zij nemen u mee terug in de tijd. Toen geluk heel gewoon was. Ja, wat is die Pleunie Tou ook een geweldige actrice. Nou, wat dacht je van Willem Nijholt? Ook hartstikke goed. Wie? Willem Nijholt. Willem Nijholt? Willem Nijholt is de beste acteur van Nederland. Is die beter als Co van Dijk dan? Is de nieuwe Co van Dijk. De nieuwe Co van Dijk. En hij is nog knapper ook. Hebt hij gestudeerd dan? Gestudeerd? Je zegt toch dat hij zo knap is? Nee, mooi. Nee. Aantrekkelijk. Mooi lichaam, mooie kop. Ja, hou maar op. Oh, dit is hem. Met een handtekening erbij. Wil ik niets mee te maken hebben. Zo. Oh, is dat die foto? Jazeker. Laat eens kijken. Nou, inderdaad, Bas. Wat ziet hij er toch goed uit, hè? Heb ik van hem gekregen op de première van Wim Sonneveld. Daar zat hij in. Is helemaal mijn type. Schijt er eens uit, Nel, ik ben je type. Oh ja? Ja, natuurlijk. Maar je hebt hem helemaal niet gezien. Met mij ben je getrouwd, dus ik ben je type. Je hebt trouwens ook weinig zin, hoor, tante Nel. Want Willem is ook homo. Dacht ik het niet. Ja hoor, dat ziet een blinde. Maar toch niet in de stille kracht? Nee, dan speelt hij het. Dan speelt hij dat hij op vrouwen valt. Oh, dat speelt hij dan wel heel geloofwaardig. Dat is een geweldige acteur. Ja, en zij is ook wel een hele mooie vrouw, hè? Waar hebben jullie het nou eigenlijk over? Over die serie. Welke serie? Op tv, de stille kracht. Zometeen is het weer. Daar kijken wij toch altijd naar. Oh, dat domme gedoe in Indië. Dat er ineens allemaal dingen gebeuren die niet kennen. Nou, in Indië wel, hoor. Dat is een heel mysterieus land. Nou, Indië, ik ben blij dat we er vanaf zijn. Als de serie afgelopen is, ga ik het boek lezen. Het boek? Ja, het is oorspronkelijk een boek. Van Louis Couperus. Wie is zijn moeder? Louis Couperus. Dat is een van onze grootste schrijvers. Oh, en gaat hij dan allemaal dingen opzitten te schrijven die niet kennen? Ja, dat is nou juist zo mooi aan een boek. In een boek kan alles. Oh, maar niet in mijn boek. In mijn boek gebeuren alleen maar dingen die echt kennen. Hier zo. Dat is ook in de Rimboe, maar dat is echt gebeurd. Pim, pam, poentje, pomper, nikkel en piepeling. Van Piet Broos. Dat is een kinderboek. Nou, het is uit het leven gegrepen hier, oh. De geschiedenis van drie pikzwarte nikkertjes. Ja, meneertje, geschiedenis. Dat is echt gebeurd. Heel fijn, Jaap, maar we gaan nou even kijken. Ik ben toch zo benieuwd naar het verhaal van Siem. Verhaal van Siem? Ja, die is toch naar Amsterdam. Die is Willem Nijholt interviewen. Hé? Ja, voor de Bruine. Komt een heel verhaal in over de stille kracht. Jonge, jonge. Stil, het gaat beginnen. Oh, nou, dan ga ik wel weer met Pim, Pam, Poentje, Pompernikkel en Piepeling in de keuken zitten. En dat ze dat gewoon durven, joh. In je naakje op de tv. Willem durft alles. Daarom is het ook zo'n geweldige acteur. Ja, en wat dacht je van haar? En van al het bloed wat ze over erheen kreeg. Bloed? Ja, ze stond in de douche. Kreeg ze ineens allemaal bloed op de... En waar kwam dat dan vandaan? Ja, dat zijn de geesten. De geesten? Ja. En jullie denken dat het allemaal ken? Ja, dat hebben we toch gezien? Ja, het is wel televisie, maar dat schijnt allemaal echt gebeurd te zijn. Ja hoor, je staat in je naki in de douche, komt er ineens allemaal bloed op je dood, normale zaak. Nee, het is juist niet normaal. Daar gaat het net om. Daarom heet het ook de stille kracht. Goedemorgen. Simon. Waar blijf jij nou? Ik kom net in Amsterdam. Weer kapot. Ben je helemaal niet thuis geweest? Heb jij bij Willem geslapen? Ik heb niet geslapen. Ik heb tot 6 uur met hem op de kring gezeten. De kring? Artiestensociëteit in Amsterdam. Ik ken die gozer ouwe hoeren, zeg hij. Kijk, helemaal vol. Hij lult me door. En hoe was die? Ah, hele fijne gozer, Bas. Maar ik heb slecht nieuws voor je, jongen. Hij is verliefd op Pleunie Tou. Hé? Ja, hier zo. Ik kan nu best zeggen dat ik verliefd ben geworden op Pleunie Tou toen ik met haar werkte.
Nee. Echt helemaal verliefd. Ik ben kapot van haar. Nou ja. Bij de opname kwam ik echt helemaal onder haar bekoring. Ze wekte bijzondere, tedere gevoelens bij mij op. Hebt u dat echt gezegd? Ja, je dacht toch niet dat ik dat zat te verzinnen? En was die wel helemaal nuchter? Drie rozeetjes over de hele avond. Dat kan niet waar zijn. Dat ken wel, Bassie. En daar zou ik maar eens een voorbeeld aan nemen. Een voorbeeld? Ja. Want als hij het kent, dan ken jij het ook. Kom op, stokvis. Ik ga eerst even lekker een uurtje leggen, hoor. Hallo, dan ken ik weer met de brommer. Ik zie je vanmiddag op de RET. Daar ben ik lekker klaar mee. Hey Bas, misschien is Willem wel geen homo. Tante Nel, als Willem Nijholt geen homo is, dan is de paus niet katholiek. Ja, dan komt hij er in ieder geval niet vooruit. Nee, maar dat moet hij wel. Dit is heel slecht voor onze zaak. Onze zaak? Ja, nee, de zaak. De emancipatie van de homo. Het is heel belangrijk dat bekende persoonlijkheden uit de kast komen. Die hebben een voorbeeldfunctie. Uit de kast komen? Ja, zo noem je dat, dat ze er vooruit komen. Ik ga trouwens meteen een COC bellen in Amsterdam. Dan laat ik een bericht achter voor Willem Nijholt dat hij mij belt, want hier wil ik meer vanaf weten. Jappie. Goedemiddag. Wat maak jij weer? Saté ayam. Dat is een gerecht van Willem. Heerlijk, man. Stink een uur in de wind. Ben je er nog bezig met die onzin? Onzin? Willem is een hele bijzondere gozer, hoor, Jacobus. Hoor dan. De stille kracht was voor mij één grote nostalgietrip. Hoewel mijn ouders puur Nederlands zijn, ben ik geboren en getogen in Indonesië. Het lijkt wel of bij mijn geboorte al daar een lokale vee aan mijn wieg heeft gestaan die mij iets van het land meegaf. Veeën bestaan niet, stokvis. In Indië wel. Hé, meneer Harmsen, die Willem Nijholt hier, die zegt dat er in Indië veeën bestaan en geesten en zo. De stille kracht noemen ze dat. En als je in je naki onder de douche staat, dat het dan allemaal bloed op je komt. Dat soort flauwekul. Flauwekul? Koeiman. De stille kracht, het meesterwerk van Louis Couperus, nu zo meesterlijk verfilmd door Walter van der Kamp, is een van de mooiste romans van deze eeuw. Dat wel natuurlijk. Het gaat om die ongrijpbare, onverklaarbare gebeurtenissen waar mijn dierbare Java zo rijk aan is. Ook dat. In dat land van de Sawa's, waar Saitya en Adinda de karbouw hoeden en beschermen tegen de woeste tijger die op de loer ligt in de alang alang. Link hoor, zo'n tijger. Oh, insulinde dat zich daar slingert rond de evenaar als een gordel van smaragd. Multatuli. Of weet je stokvis? Jij kent je klassieke. Jazeker, Multatuli, Eduard Douwens Dekker. Mag ik een hapje? Jazeker. Hm? Max Havelaar is hartstikke mooi natuurlijk, maar Woutertje Pietersen staat bij mij bovenaan. Woutertje Pietersen? Ja, want dan hebben we het natuurlijk over de Bieldoensroman. En die gaan over de emotionele en morele en intellectuele groei van de hoofdpersoon. En daar zie ik mijn eigen groei in weerspiegeld. Natuurlijk, vriendje Stokvis, we hebben wat goed van je. Ja, dat heb ik nou met Pim van Boentje, Pompendinkel en Piepeli. Haha? Nou, dat het weerspiegel en zo. Vriendje Stokvis, ik heb meer met de Max Havelaar vanwege mijn Indische achtergrond. Ah, natuurlijk. Tijdens mijn jeugd in Bagansiabiabi betrad ik als jongeling vaak de Dessa. Daar voerde ik, in het geheim natuurlijk. En vader mocht niks weten. Heerlijke gesprekken met de dorpsoudste, Vet Sumual. Over met name de stille kracht. Hoor je dat, Sibol? Ja, Koeiman, er bestaat meer tussen hemel en aarde. Gelukkig maar, ik zou me geen raad weten. Maar uw vader vond het dus niet goed? Nee, vriendje Stokvis, hij had mij dat ten strengste verboden. Maar waarom? Nou, ik vond het onzin. Onzin? Hoor ik dat, Sibol? Ja, ik zat dus midden in een seance met Ventje, onder de waringingboom. Zit vader in iets op een tak. Wat doe jij daar, Tony?
heeft hij tot zijn dood geen woord meer met mij gesproken. Nee, toch? Ja, ja, toch. Hij heeft het me nooit vergeven. Maar na zijn dood misschien wel, hoor. Zou het? Waarschijnlijk wel. Nou, waarschijnlijk, waarschijnlijk. Maar wat heb ik daaraan? Nou, dan doen we toch een seance, hè? Nee, nee. Via de stille kracht moeten we wel met hem in contact kunnen komen. Ja, maar dat heb ik al zo vaak geprobeerd, maar het lukt me niet. Ik heb kennelijk die kracht niet. Maar ja, wel. Hé? Oh, werkelijk, Koema? Tuurlijk. Harmse, wij komen vanavond naar de Avenue. He, dan beleggen we een seance. En dan gaat Jaap de geest van uw vader oproepen. Oh, Koeman, dat zou mij zielsgelukkig maken. Ja. Kan ik eindelijk vergiffenis vragen? En zal mijn gepijnigde ziel eindelijk tot rust kunnen komen? Heel graag, meneer Harmse. Tot vanavond. Wat mag jij nou? Het komt allemaal goed, Jacobus. Want ik kom vanavond eerst bij jou langs. En dan gaan we oefenen. Ja? Dan heb ik een mooi stuk erbij voor in de Bruine. En jij je promotie. Simon Grandioot. Zo, en deze is van u. Dankjewel. Tot volgende week. Oké. Dag, mevrouw Kakenbrug. Maar u hebt het toch echt wel doorgegeven? Het is al 17:30 en hij heeft nog steeds niet teruggebeld. Oh ja, dat kan natuurlijk ook zijn. Ja, ik heb geduld. Dag. Geloof mij nou maar, Bas. Hij wilde gewoon niet vooruitkomen en daarom belt hij niet. Nou, zij dacht dat hij misschien nog gewoon aan het repeteren was. Ja, ja. En nou ga je de hele avond hier bij de telefoon zitten? Nee, ik heb uw nummer ook doorgegeven. Oh ja? Leuk, krijg ik hem aan de telefoon. Maar wel meteen aan mij geven, hè? Je bent niet bang dat hij verliefd op me wordt? Nee, maar hij moet wel gewoon uitkomen voor zijn gaartijd. Punt uit. Een goedemiddag. Hallo. Dag, ome Jaap. Inderdaad, Bassie, ome Jaap. En wat voor een ome Jaap. Een hele hoge ome Jaap. Want wat wil namelijk het geval? Deze jongen wordt morgen bevorderd tot groepschef. Ja. Ja. Deze jongen beschikt namelijk over, dat weten jullie niet, maar jullie weten wel meer niet, over de stille kracht. Hé? Ja, ja, ja. Daardoor komt Simon, dan gaan we boven even oefenen. Dan gaan we naar het huis van meneer Harmse. En dan ga ik de geest van de vader van meneer Harmse oproepen. En dan ken die nooit meer om me heen. Alweer ja! Voor de sfeer. Ja, ja. Dat is gammelan muziek, dat draait ze daar ook de hele dag. Echt waar? 24 uur per dag. Wordt er nou wel gek van? Nee. Niet? Nee, je moet het mooi vinden. Oh? Harmse vindt het mooi. Tuurlijk. Dus jij ook. Prachtig. Ja. Kopen ze doen het als volgt. We zetten hem in een stoel met zijn rug naar de tuin. De tuindeur is dan open. Oh ja? Die zet ik open. Tuurlijk. Ga ik naar de keuken, ga ik saté bakken, ik heb de spullen bij me, dan zet jij die plaat. Voor de sfeer. En dan zeg hij: Burung kakatua menchok dicendala. Zo. Ben ik ondertussen uit de keuken achterom de tuin ingelopen. Ik sta bij de tuindeur. Ik doe de stem van zijn vader. En jij bent groepschef. Grandioos. Dus Burung kakatua. Burung kakatua. Menchok dicendala. Menchok dicendala. Dicendala. Heb je hem? Ja, natuurlijk. Goed, dan gaan we meneer Harmse hier neerzetten, hè, Jaap? Ja, inderdaad, Simon. Meneer Harmse zit daar prima, ja. We gaan de tuindeuren open. De deuren open? Ja. Voor de bries, hè, Jaap? Voor de bries, ja. Voor de Javaanse bries, dat is zo lekker een beetje een Indonesisch windje, right? Nou, dat ook wel een beetje killetjes. Ja, nee, dat komt wel goed. Goed, dan ga ik naar de saté bakken en dan kun jij je gang gaan, ja? Heel graag, Simon, heel graag. Tot dadelijk. Tot zo. Ja, meneer Harmse. Ja, weet je wat, dan beginnen we eerst even met de muziek.
Ah, heerlijk. Wat een zalige klanken. Ja, mooi, hè? Ik heb 40 van die platen thuis. De vader was zo dol op de gamelan, hè? Hij was zelf een niet onverdienstelijk speler op de trompan, hè? Maar ja, ik mocht toen nooit op. Op? Op de trompan natuurlijk. Ach ja, natuurlijk. Ja, nou, dat was niet erg aardig van uw vader. Dat niet, maar eerlijk gezegd had hij groot gelijk. Ik kon er geen hout van. Nou, meneer Harms, zal het wel meevallen. Oh, meevallen. Ik heb de muzikaliteit van een doeve nietel. Oh. Nou, deze niet, hè, meneer Harms. Deze niet kunnen een partijtje spelen. Ja, dit is moei. Ja, oké, okay, meneer Harms. Daar gaan we dan. Ik zou zeggen, meneer Harms, ogen dicht. Ja. En dan krijgen we Boerum Kakatuwa Menchok di Chendela. Meneer Harmsen, zijn vader, kan u mij horen? Jazeker. Oh, vader! Dag, Tony. Hoe is het met je? Wel goed, hoor, vader. Best wel goed. Maar ik zit met een enorm probleem. Weet u nog die keer dat u mij betrapte toen ik met Fijntje in de Dessaat zat? Jazeker. En toen zat u ineens op die tak. Nou, daar zat ik al een tijdje, hoor. Echt waar? Ja, ik heb 2,5 uur zitten wachten voor je eindelijk met die onzin begon. Och, vader, wat spijt me dat nou toch verschrikkelijk voor u. Kom op, Tony. Vooruit met de geit. Ja, wat is het probleem? Dat durf ik nu niet meer te vragen. Opschieten, Tony. De saté brandt aan. De saté? Ja, dat hebben we hier in het hiernamaals ook, hè. Heerlijke saté. We staan de hele dag te bakken. Ja, ik kan het zelfs bijna ruiken. Vertel! Ik weet dat ik iets heel onvergeeflijks heb begaan. Ik had nooit met Fijntje moeten praten, maar zou u het mij alsnog toch nog kunnen vergeven? Nou, Tony, het is dat ik sterf van de honger, anders had ik het zo 1, 2, 3 nog niet geweten. Maar Tony, zand erover. Prima kassi, vader. Prima kassi, banjak. Heel graag gedaan. Ik zal moeder de groeten doen. Leeft hij nog? Ja, zeker, vader. Ja, zeker. Ze is alleen wat bedlegerig. Ze heeft enorm veel last van haar eczeem. Geen vieze praatjes, Tony. Ik moet nog aan de saté. Ach, natuurlijk, vader. Neemt u mij niet kwalijk, vader. Dag, Tony. Dag, vader. Meneer Harms, hè? Gefeliciteerd. Wel bedankt, Kooiman. En dat allemaal dankzij jou. Ah, meneer Harms, ik ken het wel eenmaal goed, hè. Daar ben je mee geboren. Niet zo bescheiden, Kooiman. Jij hebt mij verlost van een jarenlange kwelling. Ik ben jou eeuwig dankbaar. Zo. En, is het gelukt? Ja. Vietje Stap is geweldig. Ja. Vader heeft het mij vergeten. Ah. Kooiman, wat goed, chef. Meneer Harmsen, dank u wel. Jij bedankt, Kooiman. Iemand met dergelijke capaciteiten verdient een leidinggevende functie binnen ons bedrijf. Ah, dat is natuurlijk ook wel zo. Goed, mag ik de twee gelukkige heren dan even bij elkaar? Komt-ie. Maar Willem, jij hebt toch een voorbeeldfunctie? Jij moet het stokje overnemen van Albert Mol. Ja, natuurlijk. Hé? Ja? Ja? Gezellig? Nee, hartstikke goed. Ik zal er zeker zijn. Tot volgende week. Ja, dag. En? Nou, hij gaat er heel serieus over nadenken. En hij speelt volgende week in de Luxor met Wat een Planeet. Hebt hij mij uitgenodigd? Dat is toch die musical van Annie M.G. Schmid? Jazeker. En na afloop gaan we een beetje drinken in de stad. En dan blijft hij bij mij slapen. Leuk, ga ik met je mee? Nou, nee, ik wil natuurlijk liever met hem alleen zijn. Oh, nou, dan voel ik me wel een klein beetje gediscrimineerd.
Goedenavond, dames en heren. Mag ik jullie voorstellen aan de nieuwe groepschef der RET? Ja. Deze jongen heeft ervoor gezorgd dat meneer Harmsen zijn vader heeft vergeven. Andersom. Andersom. En daarom... Daarom is mijn promotie een feit. Zeker weten. Goedenavond. En daar ga ik mij niet met een Jantje van Leijen van afmaken. Ik ga namelijk een lijst opstellen van ingrijpende maatregelen door mij te nemen de RET aangaande, zodat daar een hele andere wind gaat waaien. De Gooimanwind. Oeh. Nou, dan ben ik weg. Nou, dan ben je net op tijd, want ik wou je er net uitgooien. Ik kan hier als groepschef jou in huis natuurlijk niet meer hebben. Dag. Tot morgen. Punt 1. Nou, Jaap, kom je ook naar bed? Je hebt je slaap hard nodig. Groepschef Van El slapen niet, daar hebben zij geen tijd voor. Jaap, het wordt echt een geweldig artikel, Jaap. En die foto, grandioos. Ja, Simon, dat is allemaal leuk en aardig, maar punt 1. Vanaf vandaag is het hero meneer Kooiman. Meneer Kooiman? Ja, of edelachtbare. Edelachtbare? Ja, en punt 2, Simon. Dat buitenlandse gekook van jou, dat behoort vanaf heden tot het verleden. Jo. Jo. Jo, edelachtbare meneer Kooiman. Juist. En het feit dat het niet meer mag, heb ook te maken met het feit dat het niet meer hoeft. Want de heren van de Bergen van Dam, die altijd zo heerlijk bij je zitten te smikkelen, die worden, en dat is punt 3, met onmiddellijke ingang ontslagen. Karel en Henk? Ja, trap ze vanmiddag nog op de keien. Meneer Harmsen. Goeiemaar. En dan lijkt mij nu het moment aangebroken om het contract te ondertekenen. Mijn idee, meneer Harmsen. Tony, hier spreekt je vader. Maak die Kooiman geen groepschef. Vader! En als je het toch doet, vergeef ik het je nooit. Nee, nee, meneer Harms, dat is... Dat was vader. Nee, 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 dat is... Stokvis. Hele lachbare. Koeibaan. Ja, meneer Harmsen. Het spijt me verschrikkelijk, Kooiman. Maar jij begrijpt natuurlijk wel dat het nu niet meer kan doorgaan. Oh. Maar het werkt dan maar weer. Ja, meneer Harmsen. Kooiman.